zijn op bezoek in de loods van Vidas Novas en daar werken hele creatieve mensen. Ze zijn al in de kerstsfeer en bezig met mooie kerstcreaties. Laat je inspireren, want misschien heb jij thuis ook wel iets liggen waar je van denkt, nou, daar kan ik misschien wel een kerstdingetje van maken. Angela, jullie bestaan al 4 jaar met Vidas Novas, maar dit is echt een kerstproject dat jullie nu doen, hè? Dat klopt inderdaad. Dit is de 3e keer dat we dit project doen. En eigenlijk zijn we daar 3 jaar terug mee begonnen met een klein groepje mensen. En inmiddels hebben we ruim 15 mensen die ons helpen met het maken van een collectie, zodat we straks een winkel kunnen vullen. Hier ook een heel mooi vaasje. Is dit echt een kerstvaasje of een gewoon vaasje? Eigenlijk hebben we sinds vorig jaar besloten dat we niet alleen kerstproducten maken, maar ook leuke cadeautjes, zodat mensen geïnspireerd raken om hergebruiken als ze op zoek zijn naar een cadeautje voor iemand met kerst of in de decembermaand. Want wat was dit vaasje dan eerst? Nou, dit vaasje was een vaasje, maar we hebben een heleboel oude vaasjes verzameld die we een nieuw kleurtje geven of die we, zoals je hier zit. En we proberen zoveel mogelijk verschillende varianten te maken, zodat mensen denken, oh, ik heb thuis nog mooie vaasjes, ik zet ze zo bij elkaar. Of, ik heb allemaal lelijke vaasjes, geef ze een kleurtje, zodat ze een nieuw leven krijgen. Ja, want weggooien vinden jullie echt heel vervelend, hè? Dat is vooral wat we niet willen. We willen dat mensen zoveel mogelijk hergebruiken. Ja. Dit is een nieuw project, hè? Want je hebt van oude kleedjes, begrijp ik. Wat is er precies mee gebeurd? Nou, ik had heel veel kleedjes bij kringlopen gekocht en op marktplaats gevonden. Want ik wil heel graag daar een kunstwerk van maken. Maar ik had heel veel over. Dus mijn moeder is heel kreeg. Weggooien? Hè? Weggooien? Nee, niet weggooien. Zeker niet. Ik plag je maar. Zeker niet. Nee, juist niet weggooien. Nou ja, mijn moeder is ook heel creatief en ik zeg, mam, kun je hier wat mee? Zou je wat willen maken? We hebben deze stoffen, we hebben best wel veel stoffen ook hier. Dat hebben we allemaal gekregen. Dus dat heb ik aan haar gegeven. Ja, en zij zoekt een beetje op Pinterest en ze ziet leuke dingen. En een week later komt ze met al deze etuietjes. Zelfs met een voerinkje. De stof die we al hadden. En ook allemaal ritsen die we hebben gekregen. Oh, heeft ze niet gekocht? Nee, niks is gekocht. En oude knoopjes. Dus Het is heel schattig, hè? Want dit heeft een moderne look. Ja. En toch een beetje vintage. Ja. Echt heel erg leuk. Ja. Mariska, jullie gaan nu een heleboel spulletjes verkopen met de kerst. En jullie hebben een mooie opbrengst voor. Tenminste, een heel mooi doel. Wat is het doel? Wij zijn in gesprek gegaan met Leefbaar Montfoort. Dat is ook een stichting die als visie heeft duurzaam bezig te zijn op allerlei verschillende gebieden. En een van hun projecten is dat ze een stukje land in Montfoort willen zij inrichten om het voor natuur te behouden. Anders zou het parkeerplekken of andere dingen kunnen gaan worden. En zij hebben daar een concept bedacht hoe ze dat in willen richten. En wij kunnen daar zowel fysiek door echt dingen voor te maken, als ook geldelijk dan een ondersteuning geven. Leuk, want je kan een leuk kerstcadeautje kopen, een mooi versiersel. En dan gaat het geld naar een stukje groen. Ja. Naar een mooi natuurbehoud. Ja. Dit zijn knoflookblaadjes. Daarin zijn post-it in kleine reepjes gedaan. En dan met dubbelzijdig plakband hebben ze die blaadjes erom gevouwen. En hij komt dus ook in een mooi vaasje. Zo ontzettend schattig. Echt heel erg leuk. Heel leuk idee. Gewoon knoflook, hè? Gewoon wat je anders gewoon in de prullenbak gooit. Jullie zitten hier in de loods in Leidse Rijn. Jullie hebben veel mensen uit Leidse Rijn, maar jullie hebben ook veel mensen uit Montfoort.
Ja, want uiteindelijk gaat de pop-up winkel in Montfort komen. En ja, daar hebben wij ook veel netwerken, zeg maar. En ja, via social media gaat dat dan vanzelf zo lopen. Mensen die uit Leidse Rijn toch graag iets willen kopen bij jullie, kan dat via Instagram? Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan via Instagram. En dan kunnen ze ook naar de winkel komen. En wellicht ook een keertje naar de loods. Op vrijdag zijn ze hier altijd. Heel veel volgers hebben jullie op Instagram? Nou, het worden er steeds meer. En dat is ook wat we heel graag willen. Want we maken met heel veel plezier zelf deze spullen. Maar we hopen vooral dat mensen naar aanleiding van ons voorbeeld denken... oh, dat is leuk, dat ga ik ook doen. Dus en dan vooral samen, hè? Begreep ik. Zelf doen en samen doen. Dat is eigenlijk precies waarvoor we hier in de loods bij elkaar komen.